Mijn zoete aardappelen heb ik een tijdje geleden geplant. Maar die plantjes zijn kapot. Die zijn niet kapot van de vries. Die zijn eigenlijk kapot van veel te veel zonneschijn. Ik heb terug nieuwe geplant vorige week. En wat heb ik nu ook weer gezien? Maar ik heb al direct de andere afgedekt. Je gaat dat wel zien. Deze plant heeft een week gestaan zonder beschutting. En je ziet hier al een bruin, een paarse verkleuring op het blad. Terwijl op mijn andere plant, hier, die ik afgedekt heb onder een bankje, zie je dat niet. Je kan gaan zeggen, ja, het ligt misschien aan de voeding aan de grond. Nee, het ligt puur aan het licht. Dat zijn tropische planten. Ik heb dat elk jaar al gezet. Dat lukt dan altijd heel goed. Maar dit jaar hebben we heel veel zonneschijn al gehad in de maand mei. Ook een beetje in april. Dus je ziet, die planten kunnen niet zo tegen heel fel zonlicht. Dus ik heb die nu gewoon afgedekt met wat bankjes. Een week, deze onder een bank, die ziet er nog heel goed uit. En die andere, ja, die ziet wat bruin, wat paars op het blad. Die is als het ware wat verbrand. Dus ik ga die nu weer afdekken met een bankje. Voilà, dat is mijn tip voor de zoete aardappelen. Hopelijk lukt dat bij jullie ook zo. Dat zijn mijn snijbieten van vorig jaar. Dat is een regenboogsnijbiet die ik laten overwinteren heb, die ik laten staan heb. Ik oogst die niet. Ik vind die heel mooi als plant. Ik laat die ook in het jaar daarop, dus dit jaar, laat ik die helemaal doorschieten. Omdat er allemaal bloemetjes aan komen en dat is heel goed voor de bijtjes. Het is ook een hele mooie plant hier aan de achterkant van de serre. Ik vind dat heel mooi. Er komen daar ook beestjes op mijn insecten op, de pyjama-wans. Ik heb die al foto genomen een week of twee geleden. En die zijn talrijk aanwezig. Die komen voor op de schermbloemen, heb ik mij laten vertellen. En die zijn druk bezig aan het voortplanten. Ik laat ook mijn selder doorschieten. Ik vind dat ook allemaal niet erg. Het is een keer leuk om ook een doorgeschoten plant te zien. Je moet het niet altijd eten, maar het is ook mooi voor de bloemetjes. Hier heb ik ook een roze, rode snijbiet. Die gaat heel mooi zijn als die in bloei staat. Thank you.